Zo, nu wordt het tijd dat we onze tekst genk.odt eens gaan verfraaien met foto's, tekeningen en eventueel wat fontwerk. Eerst ga ik het document openen, zo. En je gaat zien in dit document dat er nog geen afbeeldingen aanwezig zijn. Ik heb al wat afbeeldingen gezocht. Ik ga je laten zien waar dat ik dat deed. Ik ben opnieuw naar Wikipedia gegaan, naar de website van Genk of naar het onderdeeltje van Genk. Dan zie je rechts een afbeelding en onderaan een afbeelding. Je mag deze afbeeldingen gebruiken, dat zie je. Als ik daarop klik op die afbeelding, kan je zien dat ik die mag downloaden. Dat ik die mag gebruiken rechtstreeks op het web, in een blog enzovoort. Nu, ik heb deze afbeelding gewoon bewaard door via de rechtermuisknop op afbeeldingen opslaan te drukken. En zodanig heb ik de twee afbeeldingen op mijn computer reeds geplaatst. Nu wil ik hier de eerste afbeelding invoegen. Dat kan ik doen via invoegen, afbeelding. Uit bestand. Je zal zien, dit icoontje is net hetzelfde als wat hier onderaan op de tekenwerkbalk ook aanwezig is. Dus ik druk uit bestand en dan kan ik mijn foto gaan selecteren. Ik druk op openen en je gaat zien dat hij de foto in zijn geheel in het zo grootst mogelijke formaat gaat invoegen. Nu, ik kan een van die vulgrepen hier aan de buitenkanten van de afbeelding gebruiken. Je ziet ze staan. Maar dan ga je zien dat ik de verhouding van de tekening wijzig. Dus ik kan wel gokken dat mijn verhouding ongeveer correct is, maar helemaal juist is dat natuurlijk niet. Nu, ik ga even de standaard formaten of het standaard formaat herstellen. Dat kan ik doen via rechtermuisknop afbeelding, dan kom ik in het afbeeldingenblad, of via te dubbelklikken op een afbeelding. Ik dubbelklik en ik moest ook juist op dit tabblad bijsnijden zijn, want daar staat een knopje oorspronkelijke grootte. Als ik dat druk en ik druk op OK, dan ga je zien, mijn afbeelding is terughersteld. Natuurlijk had ik ook kunnen gebruik maken van de knop ongedaan maken, om hetzelfde te bereiken natuurlijk. Wat dat je moet doen om de verhoudingen te bewaren, is een van de uiterste vulgrepen gebruiken, eentje die geplaatst is in de hoeken, de Shift-toets inhouden en dan gaan slepen met de linkermuisknop. En je gaat zien, ook al sleep ik meer naar boven dan naar links en naar rechts. Je ziet aan de stippellijntjes dat de verhouding bewaard zal blijven. Ik kan ze even loslaten en ik zal het zien. Voilà, dit lijkt me een mooi formaat om langs de tekst te plaatsen. Nu, je ziet dat Writer een beetje moeilijk doet met waar dat ik die tekst of die afbeelding juist ten opzichte van de tekst plaats. Dat komt omdat we hier nog geen instelling gemaakt hebben. Dus ik kan opnieuw dubbelklikken op de afbeelding en dan kan ik wat aanpassingen gaan doen. Een van die aanpassingen, ik zal even de tabbladen overlopen. In type kan je een aantal instellingen gaan plaatsen die we zo dadelijk dieper gaan uitwerken. Dat zal ik nog wel laten zien. Opties, daar kan je een afbeelding een naam geven. Je kan hem eventueel gaan beveiligen. Je kan laten aanvinken of hij mee moet afgedrukt worden, wat dat standaard normaal gezien aanstaat. Je kan de omloop gaan bepalen en hier gaan we bepalen waar staat de tekst ten opzichte van de afbeelding. Je kan er een hyperlink van maken door er een koppeling in te zetten. Je kan de afbeelding gaan spiegelen. Nu, dat zou heel vervelend zijn als we natuurlijk een landkaart aanduiden. Dus dat doen we niet. Je kan ook een afbeelding gaan bijsnijden. Dat zal ik zo dadelijk als eerste laten zien. Wat randen gaan aanpassen. Een achtergrond gaan bepalen moest de afbeelding transparant zijn. En macro's, dat brengt ons te diep in de uitgebreide onderdelen van Writer. Dus ik ging je eerst laten zien dat je kon gaan bijsnijden. Stel dat je zegt, deze rand kan een beetje weggesneden worden. Dan kan ik kiezen om links bijvoorbeeld een stukje weg te snijden. Aan de rechterkant kan er ook wat vanaf. De onderkant kan heel wat kleiner eigenlijk. Ik ga deze op 1,25 cm zetten. En de bovenkant, die kan ook wat korter. Ook die ga ik op 1,25 plaatsen. Zo. 1,25. Als ik nu op OK druk, ga je zien dat de afbeelding wat uitgesneden is. De randen zijn wat beter bijgewerkt. Nu wou ik nog wat omloop gaan bepalen. Ik dubbelklik opnieuw. En ik ga naar het tabblad omloop. En hier kan je dus gaan bepalen waar moet mijn afbeelding staan ten opzichte van mijn tekst. Of eigenlijk een beetje andersom. Waar staat mijn tekst ten opzichte van mijn afbeelding? Standaard houdt hij niet echt rekening hiermee. Dus als ik kies geen, en druk op OK, dan ga je zien dat hij er zomaar ergens tussenin zichzelf plaatst. Hij houdt als het ware geen rekening met de tekst en hij plaatst zich daar zomaar tussen. Nu, dit is op zich niet zo een mooie manier van weergave, toch niet in mijn voorbeeld. Ik ga deze opnieuw aanpassen.
dubbelklik. Ik kan gaan zeggen, mijn tekst moet altijd ervoor doorkomen. Nu, als ik nu op OK druk, dan ga je zien, eender waar ik mijn afbeelding plaats, mijn tekst zal altijd aan de voorkant blijven. Dit is eigenlijk wel een mooi effect, maar ik zou hem aan mijn afbeelding links willen hebben en mijn tekst aan de rechterkant. Daarvoor kan ik dus opnieuw dubbelklikken en eigenlijk moet ik gaan selecteren erna. Kan je zo dadelijk ook eens zien wat parallel doet, doorloop en dynamisch doet. Dus stel dat ik mijn tekst erna wil, ik druk op OK en je gaat zien, alle tekst gaat zich erachter plaatsen. Nu kan ik de afbeelding mooi links tegen de kantlijn plaatsen. Ik ga hem een beetje kleiner maken, zodat hij beter zal uitkomen. Maar je ziet dat de tekst rechtstreeks tegen de afbeelding aan begint. Dit komt niet zo mooi uit, dus ook dit ga ik aanpassen. Dubbelklik opnieuw op de tekening en ik kan hier de afstand gaan bepalen. Hoe ver moet de tekst beginnen vanaf de afbeelding? Links maakt nu niet zoveel uit, want ik ga mijn tekst rechts markeren, maar omdat ik zo dadelijk parallel laat zien, ga ik deze ook even instellen. Ik zet deze op 0,2 cm, rechts hetzelfde. Boven is niet zo belangrijk in dit geval en onder ook niet. Als ik nu op OK druk, ga je zien dat de tekst een beetje van de afbeelding gaat wegspringen. Ik druk op OK en je ziet dat dit veel duidelijker uitkomt. Zo lijkt mij de afbeelding prima te staan. Ik ging je ook laten zien wat parallel deed, dus als ik dat dubbelklik en ik zet hem op parallel. Ik heb links 0,2 cm, rechts ook 0,2 cm, ik druk op OK. Ik schuif hem in het midden van mijn afbeelding en je gaat zien dat rechts mooi 0,2 cm ervan afgesprongen wordt. Links natuurlijk niet, omdat ik de linkse uitleiding op mijn alinea heb staan. Als ik de alinea zou uitvullen, dus ik kan de alinea selecteren, dat is zelfs niet nodig, maar ik kan hier uitvullen drukken en dan ga je zien links 0,2 cm van de afbeelding en rechts ook 0,2. Maar het is niet zo'n mooie weergave, dus ik ga dat terug veranderen. Ik doe even ongedaan maken, nogmaals, zodat ik terug mijn opmaak heb van zojuist. Ik zal ook nog snel eens een rand gaan meegeven. Ik dubbelklik op mijn afbeelding. Ik ga naar randen. Ik druk de vier randen aan. Ik ga er ook een schaduweffect aan geven. Niet zo'n groot schaduweffect, 0,10 lijkt mij prima. Grijs is een prima kleur nu, maar daar kunnen we ook iets anders van maken, lichtblauw. Je kan de hele structuur van de lijn ook gaan aanpassen. Dus stel dat je een dikke lijn en één dunne lijn wilt, ook hier kan je de breedte van aanpassen. De kleur gaan aanpassen. Vaak is het zelfs zo dat een witte kleur, ook al klinkt het vreemd, mooi uitkomt wanneer dat je een afbeelding ook een schaduweffect geeft. Dus ik druk op OK. En dan zie je dat er een witte rand rond onze blauwe schaduw zit. Een witte rand rond de afbeelding en een blauw schaduweffect. Dat voor mijn eerste afbeelding. Ik wil je ook wat laten zien wat dat contour betekent als je een tweede foto zou gaan gebruiken. Ik zal eens even naar beneden scrollen of ik nog een eenvoudig stukje tekst vind. Hier. Ik had een tweede foto bewaard. Dus die kan ik gaan openen via uit bestand hier, dit knopje. Of via invoegen. Afbeelding uit bestand. Dan komen we op dezelfde plaats. En je ziet hier dat ik een transparante afbeelding, een GIF-afbeelding heb bewaard. Ik druk op openen. En je gaat van dat transparante effect nog niet zo heel veel zien. Je ziet het kadertje rond mijn foto. Maar ik weet dat het witte gedeelte van de foto dus eigenlijk transparant is. Nu, opnieuw kan ik hier de omloop gaan aanpassen. Kan je heel snel laten zien, via annuleren, dat je via de rechtermuisknop ook veel van deze dingen, zoals de omloop enzovoorts, de verankering, waar ik het nog niet heb over gehad, maar zo dadelijk wel iets over zal zeggen. De uitleiding, of ik het in het midden van de alinea wil, ofzovoorts. Je kan via de rechtermuisknop heel wat instellen, maar ik heb de gewoonte van op afbeelding te drukken, zodanig dat je alles tot in de puntjes kan fine-tunen. Dus hier ga ik ook eens parallel kiezen. Ik kies links 0,2, rechts 0,2, boven 0,1. Ik druk op OK. En op zich zie je nog niets van het transparante beeld. Wil je dat echt gaan laten weergeven, dan dubbelklik je erop. En dan zeg je, de tekst moet rekening houden met de contour van de afbeelding. Je ziet ook hier van boven hoe dat de afbeelding verandert. Ik druk op OK. En je gaat duidelijk zien dat de tekst meeloopt met de contouren van mijn transparante afbeelding. Je ziet in het voorbeeld wel nog een kadertje staan, maar je gaat zien als je een afdrukvoorbeeld opvraagt, dan zie je van dat kadertje niets meer staan. En dan zie je dat de afbeelding helemaal ingewerkt is als contour in de alinea.
Nog één ding dat ik je wil laten zien als je echt wil gaan afbeeldingen op zijn correcte plaats zetten. Je kan bijvoorbeeld zeggen verankering aan pagina. Dan gaat deze afbeelding zich altijd ten opzichte van deze pagina vastankeren. Als ik nu de alinea zou opschuiven, dan zie je dat de afbeelding toch op zijn plaats blijft staan. Het anker zit vast aan de pagina. Ik zal ze niet allemaal overlopen, maar ik ga je laten zien als ik die verankering terug op aan alinea zou zetten en ik zou voor de alinea een enter geven. Oei, hij doet het hier niet. Verankering aan alinea is nogthans juist. Dat is een beetje vreemd. Heb ik het aan de verkeerde alinea geankerd? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat ik hem aan het sport had geankerd. Ja, ik had hem aan het sport verankerd. Dat klopt. Dus ik zat eigenlijk voor dit ankerteken. Maar je ziet het verschil aan pagina, verankering aan pagina. Dan gaat er niets gebeuren met de tekening als ik enters meegeef. Dit was werken met afbeeldingen. Een volgend onderdeel, en daarvoor kies ik een lege pagina. Zo. Dan kan ik je nog laten zien wat dat tekening met zich meebrengt. Tekenen is gebruik maken van de tekeningwerkbalk hier onderaan, waar dat je bijvoorbeeld ook toelichtingen kan gaan tekenen. Je drukt gewoon op het bijbehorende knopje. Je selecteert, je houdt de linkermuisknop in en je laat los. Aan de hand van het gele symbooltje kan je een aantal wijzigingen doorvoeren. Aan de hand van de vulgrepen weet je ondertussen dat je iets groter of kleiner kan maken. Ook hier kan je de shift-toets inhouden, zodat de verhouding hetzelfde blijft. Je hebt natuurlijk meer dan alleen aantekeningen of toelichtingen. Je kan ook symbolen gaan gebruiken. Als je op de kleine pijltjes drukt die langs de tekeningen staan, kan je meerdere dingen gaan toevoegen. Een hartje. En ook hiervan kan je heel eenvoudig een aantal eigenschappen gaan aanpassen. Ik heb nu rechtermuisknop gedrukt. Ik kan bijvoorbeeld de lijn gaan aanpassen en dit kan helemaal in detail gaan. Je kan opnieuw kiezen welk soort lijn dat je gebruikt. Bijvoorbeeld een met extra fijne streepjes. Ik zal een andere kleur kiezen. Ik zal hem iets breder maken. Ik druk eens op OK en dan ga je zien dat er stiplijntjes rond het hartje staan. Dubbelklik geeft je de mogelijkheid om tekst toe te voegen. Lyceum Genk. Ik druk er langs en mijn tekst zal erin vastzitten. Ik kan opnieuw dubbelklikken, zodat ik in het tekstgedeelte zit. En nu kan ik gewoon kiezen om dit te centreren, om dit in het vet te zetten. Oei, mijn tekst was nog niet geselecteerd. Om dat in het vet te zetten enzovoort. Nu, hij zal altijd tekst centreren ten opzichte van de afbeelding. In dit geval van boven. We gaan eens even kijken of we nog wat andere opties hebben. Ah ja. Bij schikking ga ik je ook nog wat vertellen. Stel dat ik een tweede object heb. Ik zal nu eens een heel simpele rechthoek gaan tekenen. Ook deze zal ik eens even aanpassen. Mijn tekst ging over Genk, dus ik zal Genk als onderwerp daarin zetten. Ik ga Genk een tekenopmaak geven. Schaduw omtrek bijvoorbeeld. Een kleur blauw, omdat we met Genk bezig zijn. Ik maak het vet en een heel stukje groter. Dus even kijken hoe groot dat we de tekst kunnen maken. 28. Een ander lettertype. 40 lijkt mij ook nog te doen. Voilà. Genk zit erin vast. Nu zouden we het ene object boven het andere kunnen leggen. En je ziet, Genk ligt, omdat ik het als laatste heb aangemaakt, boven het hartje. Als ik dit zou willen wisselen, dan kan je hier gebruik maken van de knoppen. Ik kan dit object, hetgene dat ik geselecteerd heb, achteraan gaan plaatsen. Als ik dat nu druk, dan zie je dat het ene object boven het andere komt te liggen. Nu is het ook nog leuk als je nog wat andere extra effecten gaat meegeven. Ik zal eens laten zien wat dat er nog allemaal in zit. Lijn hebben we ongeveer al uitgelegd aan de hand van het hartje. Wat dat ik nog niet had laten zien was dat er ook lijnstijlen zijn. Dus je kan alles eigenlijk gaan aanpassen. De lengte, de pijlstijl. Hier zal dat nu niets doen. Deze stijlen, omdat we niet met een lijn aan het werken zijn, zal ik heel snel een lijn tekenen. Dat is hieronder. Ook hier heeft de shift-knop een extra functie. Als je een lijn tekent en je houdt de shift-toets in, dan zal je zien, de lijn zal altijd en alleen werken met hoeken van 45 graden. Dus 45, 90 enzovoort. En je ziet dat je dan eigenlijk alleen de lengte kan gaan bepalen. Laat ik de shift-toets los, dan ga je zien dat ik eigenlijk iedere exacte hoek kan gaan kiezen. Dus we laten hem nu eventjes zo staan.
want het ging mij om de lijnstijl. Als je een lijn getekend hebt, zie je van boven ook pijlstijlen staan en je kan zeggen bijvoorbeeld aan de rechterkant wil ik een smalle pijl creëren. Ik kan ook hiervan alles opnieuw aanpassen via lijn, pijl, stijlen. En dan kan je zeggen hier, maar dat is hetzelfde natuurlijk als wat je rechtsboven kreeg. Bijvoorbeeld een ruitpijl. Oké, maar ik wil hem niet aan de rechterkant. Dan kan je dat hier weer aanpassen. Geen ruitpijl aan de rechterkant. Opnieuw rechtermuisknop lijn. Je kan de dikte gaan aanpassen, je kan het soort lijn gaan aanpassen. En ook wel mooi, je kan een afgerond profiel kiezen. Dat is nog niet zo duidelijk, dat zie je bijvoorbeeld hier. Als ik nu hier wat extra opmaak aan geef, rechtermuisknop lijn. En ik maak de lijn wat dikker, zodat je het gaat zien. Standaard staat dit op rechte hoek. Ik druk op OK en je ziet dat duidelijk dat het een rechte hoek is. Als ik het opnieuw aanpas, rechtermuisknop lijn en ik kies afgeronde hoek of afgeschuinde hoek. Je zag het een beetje afgerond. Zo, oké. Dan ga je zien dat de hoeken een ronder effect mee krijgen. Nog andere opties. Bij lijn hebben we ze nu ongeveer gehad, de lijnstijlen. Maar we gaan even naar gebied. Dus ik doe rechtermuisknop en ik druk op gebied. En dan zie je wat dat je allemaal in het tekstgebied zelf, of in het afbeeldingsgebied, kan gaan aanpassen. Je ziet dat we de kleur helemaal kunnen gaan fine-tunen. Ik druk op OK en je zal zien dat die kleur toegepast is. Rechtermuisknop opnieuw op gebied. En we zullen ze allemaal overlopen. Je kan gaan opvullen met een kleurovergang. Dan kom je eigenlijk hier al terecht. Dat is hetzelfde tabblad als dit. Je kan kiezen voor een arcering. Maar dit is hetzelfde tabblad als hier. Dus we zullen de tabbladen één voor één overlopen. Dus stel dat we gingen naar kleur, die hadden we al geselecteerd. We kunnen ook een schaduweffect geven. Je drukt op schaduw gebruiken. En dan ga je bepalen waar moet de schaduw zich bevinden. Meestal kiezen we rechtsonder. Je kiest de afstand van de schaduw. Niet, maar we zullen hem nu erg duidelijk proberen te maken. En we zullen hem ook hier weer een vreemde kleur geven, zodanig dat het contrast groot genoeg is. Magenta 4. Ik druk op OK en je gaat zien dat van achter een magenta schaduweffect gekomen is. Je ziet ook dat er een andere soort arcering of een andere soort opvulling gebeurd was. Dat kan ik opnieuw aanpassen. Komt omdat ik hier voor kleurovergang gekozen had. Daar waren we nog niet qua tabbladen, maar ik zal het je toch laten zien. Je kan de transparantie gaan aanpassen. Dus stel dat je zegt, dit hartje moet transparant zijn aan het andere vlak. Dan kan je dat hart aanpassen, gebied, en je zegt transparantie. Een beetje transparantie, ongeveer de helft. Je drukt op OK en je gaat zien, het blauwe is minder donker of minder vol. En je ziet het andere afbeelding, de andere afbeelding zie je er onderdoor eigenlijk verschijnen. Rechtermuisknop, gebied. En we gaan naar kleuren. Hier kan je de kleur gaan bepalen welke kleur dat je wilt. Je kan echt met de RGB-waardes kleuren. Je kan een kleurovergang kiezen. Er zijn er een aantal standaard. Misschien jou wel bekend van PowerPoint of van Microsoft Office Word. Je drukt op OK en je transparantie gooit nog een beetje roet in het eten. Dus ik druk opnieuw op gebied en ik zet mijn transparantie af, zodanig dat het opnieuw wat duidelijker is. En je ziet dat er een graduele overgang is. Ook die kan je helemaal fine-tunen. Ik zal je dat laten zien. Je kan kleurovergangen gaan bepalen, je kan die lineair opbouwen, axiaal. Dan krijg je dit effect. Je kan de graden gaan aanpassen. Je kan gaan kiezen of het een vierkant effect wordt. Of het een radiaal effect wordt. En daarbij kan je ook de graden, de randen gaan toevoegen. Je kan eigenlijk alles fine-tunen zoveel als dat je zelf wil. Arcering wordt niet zo heel vaak gebruikt. Stel dat je een object een arcering wil geven. Ook hiervan kan je eigenlijk opnieuw weer alles gaan bepalen. Ik druk op OK en je gaat zien. Dan krijg je een streepjes arcering. Wat niet zo'n heel mooi effect is, dus ik doe snel ongedaan maken. Rechtermuisknop gebied, we zijn bijna aan ons laatste tabblad. Je kan ook hier kiezen voor bitmaps. Bitmaps zijn eigenlijk afbeeldingen die je als achtergrond zou kunnen gaan gebruiken. Ik zal een eentje laten zien. Als ik hier klik, dan krijg je altijd al een voorbeeld onderaan te zien. Ik weet dat madeliefjes bijvoorbeeld een mooi effect is. Ik druk op OK. En je gaat zien, de madeliefjes zitten in het hartje verwerkt als achtergrond. Misschien had je het gezien, maar je kan ook, rechtermuisknop gebied, je kan ook bij bitmaps zelf een afbeelding importeren,
zodanig dat je zelf een afbeelding kan kiezen die als achtergrond dient voor dit onderdeel. Ik druk op OK. Oei. Ik druk op annuleren, eventjes of ongedaan maken, want het effect was niet zo heel mooi, dat laatste. Ik wil je ook nog snel meegeven wat dat fontwerk is. Fontwerk is eigenlijk hetzelfde als in Word artwork genoemd wordt. Het zijn eigenlijk voorgedefinieerde stijlen om een beetje een speels effect te geven aan een tekst of een tekstdeel. Fontwerk vind je hier terug op dit knopje. Fontwerk galerij. Moest bij jou deze werkbalk niet aanwezig zijn. Je weet dat je via beeld werkbalken eenvoudig de tekeningen werkbalk kan aan of uitzetten. Als ik hem nu uitzet, ben ik hem natuurlijk kwijt. Dus ik zet hem opnieuw aan. Beeld, werkbalken, tekening. En ik zal snel een fontwerkgalerij openen. Je ziet dat er een aantal dingetjes standaard gedefinieerd zijn. Ook hiervan, alles is weer aan te passen. Dus ik kies nu deze groene. Die springt wat in het oog. Ik druk op OK. En je gaat zien dat hier al blauwe pijltjes verschijnen. Iets lager gaat mijn fontwerk staan. Als ik daarop dubbelklik, kan ik de tekst aanpassen. Lyceum Genk bijvoorbeeld. Ik druk langs de afbeelding of langs het fontwerk, zodanig dat dat toegevoegd wordt. Voilà, nu krijgen we Lyceum Genk. Ik kan dat verplaatsen en ik kan hier, je ziet het met het gele bolletje, kan je het teksteffect gaan aanpassen. Ik kan het wat meer gaan samendrukken. Ik zou het ook veel ronder kunnen gaan plaatsen. Misschien een mooi effect als je ooit een poster voor een fuif moet ontwerpen. Opnieuw, je kan hier op dubbelklikken om de tekst aan te passen. Of, en dat had ik nog niet gedaan, rechtermuisknop erop drukken. En dan kan je opnieuw via gebied enzovoort alle kleuren gaan aanpassen. Je kan de schaduw weer gaan veranderen. Oké, en je gaat zien, de teksteffect wordt onmiddellijk toegepast. Eén ding ben ik je vergeten je te laten zien. Je zou dit hartje ook gaan aanpassen. Je zou het ook een beetje kunnen gaan draaien. Hier van boven zijn al een aantal knopjes voorgedefinieerd. Dit knopje kan je gebruiken om een object te draaien. Je drukt op dit knopje. Je krijgt rode vulgrepen en je kan hier bijvoorbeeld in het hoekje dat vastpakken. Een beetje ronddraaien. En voilà. Mooi positioneren. Ik zet het draaien uit en ik zou het helemaal in het hoekje van Genk kunnen gaan plaatsen. Dit om je tekstdocumenten wat te verfraaien.